In deze video bespreken we paragraaf 34 van het 21ste boek van Ab Urbe Condita van Livius. We hadden het over Hannibal. Na de inname van Saguntum trekt Hannibal na de winter op naar het noorden. Hij wil Italië gaan aanvallen. Hij steekt de Ebro en de Rhône over en bereikt zo de voet van de Alpen. Hannibal krijgt vervolgens te maken met bergbewoners die niet willen meewerken, maar die worden uiteindelijk verslagen. Dan komt hij aan bij een grotere stam in de Alpen. Die stam doet in eerste instantie alsof ze Hannibal doortocht willen verlenen. Maar omdat Hannibal zelf nogal goed is in bedrog, blijft hij op zijn hoede. En daar begint het Latijn. Een hoofdwerkwoord is perventum, daar moet je est aanvullen. Pervenire is aankomen, perventum est, er is aangekomen. Vervolgens, dat betekent na dat verslaan van die eerste bergvolkeren, er is vervolgens aangekomen, of men kwam vervolgens aan. Ad populum hoort bij elkaar, bij een volk, hier vertaald met bij een gebied. Blijkt duidelijk wel waarom, bij een volk, bij een alium volk, een ander volk, een ander gebied. En dat gebied is frequentem, frequent, hè, dus rijk aan cultoribus, bewoners. Vandaar dat een gebied vertaald is en geen volk. Dus die Carthagers komen vervolgens aan bij een ander gebied, frequentem cultoribus, rijk aan bewoners. Althans, rijk aan bewoners, zoals tussen bergvolkeren staat er letterlijk, zoals tussen bergbewoners. Dus dat volk is relatief. Rijk aan bewoners, relatief talrijk, omdat ze in de bergen, naarmate ze in de bergen wonen. Daar, Ibi, dus bij dat volk. Est circumventus, is hij omsingeld? Hij, onderwerp is Hannibal. Is hij proper, bijna omsingeld? Niet door het een, maar door het ander. Niet door een aperto bello, door een open oorlog, door een open gevecht. Maar hij is bijna omsingeld suis door zijn eigen artibus, kunsten, door zijn eigen tactiek, door zijn eigen listen, namelijk bedrog en hinderlagen. Daardoor is hij bijna omsingeld. De principes zijn het onderwerp van de volgende zin. De principes, de leiders castellorum van de bergdorpen, die komen ad poenum, naar de punier. En dat is uiteraard Hannibal. En dat doen ze oratores, als redenaars, als woordvoerders. En bij die principes, bij die leider, staat nog dat ze zijn magno natu, van grote geboorte letterlijk, betekent hier bejaard. Dus de bejaarde aanvoerders van de bergdorpen, die komen veniunt als woordvoerders, als redenaar, naar de punier. En dan een participium, een PPA, dat hoort bij die principes, die vermelden, berichtend, daarvan hangt af van ACI, dat zij liever wilden, mallen, dus die principes, berichtend, dat zij liever willen ervaren, leren kennen, de vriendschap, dan het geweld van de puniers. Dat is de hoofdconstructie. Dus die, je zou kunnen vertalen, die leiders die komen bij Hannibal aan, terwijl ze vermelden, of vermeldend, berichtend, dat zij liever willen ervaren de vriendschap van de puniers dan het geweld van de puniers. En bij het onderwerp van dat malle, dus bij die zij, bij die principes, die dan in de ACI natuurlijk in de accusatieve staan, geleerd, door de rampen van anderen. Dus die zijn wijzer geworden, docto's, door de ellende van anderen, als utili exemplo, als een nuttig voorbeeld. Die anderen, dat zijn die eerdere bergvolkeren die al door Hannibal verslagen zijn. En deze denken, dat gaat ons niet ook overkomen. Dus die zijn doctus, onderwezen, geleerd, door de ellende malis van anderen, als nuttig voorbeeld. En daarom zeggen ze dus, ja, we willen liever de vriendschap van jullie expiriri, leren kennen, deponens, dan jullie geweld.
En dan loopt de constructie door alsof die nog steeds afhangt van memorantes. Dus dat facturos, dat is een ACI, daar moet je essen aanvullen. Dat zij zouden doen, itaque, daarom dat zij de bevolen dingen, letterlijk, imperata is een onzijdig meervoud, dat zij de bevelen zouden doen van Hannibal natuurlijk, zouden opvolgen obodienter, op gehoorzame wijze. Dus ze vermelden dat ze zouden doen, daarom de bevelen van Hannibal op gehoorzame wijze. Hij moest accipereat, de conjunctivus hangt weer af van dat memorantes, dat hij moest ontvangen. In de directe reden zou er staan, beste Hannibal, neem van ons deze dingen aan. Dus dat hij moest aannemen. Ik heb dat heb ik niet vertaald, maar dat zou je hier gewoon kunnen doen. Dat hij moest aannemen, drie dingen. Namelijk comiatum, proviant, eten, leiders van de weg, dus gidsen voor hun tocht, heb ik hier vertaald, en hij moest aannemen opsides, gijzelaars, letterlijk tot vertrouwen, als garantie heb ik vertaald, promissorum, van hun belofte. Dus die bergbewoners die bieden drie dingen aan, namelijk eten, gidsen, en dan kan Hannibal veilig door die Alpen heen trekken, en hij mag dan ook nog gijzelaars hebben van hun volk natuurlijk als garantie voor het feit dat ze inderdaad zullen doen wat ze beloofd hebben.